In de winter zie ik alleen maar boze gezichten. En dan denk ik van, weet je, zijn er mensen nog wel gelukkig tegenwoordig? De zon begint al te schijnen en dergelijke. En ik ben samen met Ridwan op onderzoek gegaan om te kijken of er mensen überhaupt wel gelukkig zijn. Bent u gelukkig? Ja. Ja? Yes. En wat maakt u gelukkig? Het leven gewoon. Voor mij is geluk gewoon dat ik me comfortabel voel en dat ik mensen om me heen heb die me gelukkig maken. Als ik aan het woord gelukzoeker denk, dan denk ik aan iemand die naar Amerika reist om goud te zoeken. Veel met mijn vrienden zijn, mijn familie en gewoon doen wat ik leuk vind. En niet veel letten op wat mensen van me vinden of wat ze denken en gewoon doen wat ik wil. Dat maakt mij gelukkig. Ja, geluk. Ja, gewoon blij zijn in het leven. Vrijheid hebben om keuzes te maken. Ben jij een gelukzoeker? Ja, zeker is het wel. Ik ben wel een beetje een voorzichtige jongen. Ik ben niet echt avonturier. Maar ik ben wel iemand die wel op, ik denk wel op bepaalde momenten in mijn leven wat dingen gedaan heeft om echt om gelukkig te zijn. Denkt u dat geld gelukkig maakt? Maakt me heel gelukkig. PlayStation. Mij maakt het gelukkig hiervan. Just appreciating the little things, I think. And not looking for too much and just like being in the present moment and just appreciating what you have and being grateful for the things you have rather than thinking about things you don't have and all that stuff, I guess. Ben jij momenteel gelukkig? Ja, op verschillende vlakken. Ik heb bijvoorbeeld op het vlak van school ben ik wel gelukkig. Waar moet ik het over hebben? Goede baan van 40 uur. Alleen nog niet getrouwd. Dus eerlijk gezegd ben ik nog niet 100% gelukkig. Ik zit op 80% op dit moment. Ik geloof dat geluk zit in jezelf. Je hebt niks nodig om dat te zoeken. Je moet gewoon altijd al zijn. Want ja, als je dat dan uiteindelijk hebt, word je ook niet gelukkig. Dan ben je weer zoals je normaal voelt. Externe stimuli. Waar je niet afhankelijk van moet zijn. Als ik me ongelukkig voel, dan ga ik eigenlijk naar vrolijke muziek luisteren. En dan ga ik uitbundig ook heel erg doen alsof ik vrolijk ben. En ik ga vrienden ontmoeten of ik koop iets leuks voor mezelf. En dan word ik eigenlijk weer gelukkig. Ben jij een gelukzoeker? Ik ben wel een gelukzoeker, ja. Een gelukzoeker is voor mij iemand die altijd tevreden is met wat hij heeft. Gelukzoekers, mensen die eigenlijk gewoon proberen om het mooiste van hun leven te maken. En op die manier bij mezelf het geluk te vinden. Iemand die zeg maar zijn dromen achterna gaat, die niet doet wat de maatschappij hem opdraagt. En die gewoon doet wat hij zelf wil en zich niet aantrekt wat van andere mensen van hem denken, zeg maar. En die dan op die manier gewoon geluk zoekt, op welke manier dan ook, denk ik. Sommige mensen zijn heel erg gelukkig als ze niet zoveel geld hebben. Dus ik denk dat het inderdaad aan de persoon ligt en deels is het, zeg maar, vind ik dat het waar is. Een gelukzoeker is iemand die op zoek gaat naar zijn of haar geluk. Dus voor iedereen kan dat verschillend zijn. Die persoon die verlaat de comfortzone, denk ik. Je moet een beetje avonturier zijn. Dus je moet eigenlijk je veilige haven loslaten om op zoek te gaan naar datgene wat je diep van binnen eigenlijk wil. Niet altijd, weet je wel, maar je kan wel meerdere dingen in het leven doen. Je kan op vakantie, je kan een mooie auto kopen, PlayStation 4. Dus ja, ik vind het wel degelijk gelukkig maken. Maar ja, als jij met jezelf ongelukkig bent en je hebt heel veel geld, word je nooit gelukkig. Dus moet je toch bij jezelf zoeken. En wat doen jullie dan nu specifiek om zo gelukkig zoals jullie nu zijn te blijven? Ja, mijn leven verbeteren, dus trainen, boeken lezen, doelen stellen, ze bereiken dag tot dag, week tot week, jaar tot jaar. En gewoon mezelf als een persoon ontwikkelen. Ja, ik ook. Groeien. Ben ik de laatste tijd veel mee bezig. Zoveel mogelijk inderdaad mezelf ontwikkelen. In alle gebieden van mijn leven. Gezondheid, fitness, ook op sociaal gebied. Veel met mensen praten. Meiden inderdaad. Het hoort erbij, weet je. En ook financieel gebied. Gewoon op alle gebieden van het leven mezelf verbeteren. De dingen doen waar je zin in hebt. Je niet te veel laten beperken door de dagelijkse sleur, zeg maar. Probeer daar uit te raken. Probeer er sowieso niet in te komen. En misschien wat dingetjes op je agenda zetten. Dus soms even stil te staan van, ja, wat wil ik nog doen? Even die bucketlist af. En gewoon wat dingen plannen. En daar ook naartoe werken. Dat is wat ik ga doen. Als ik piano speel, geniet ik van het moment. En als ik van het moment geniet, dan voel ik me gelukkig.